Kaarsjes, glühwein en een kerstboom vol verhalen. In de donkere dagen rond kerst maken we volop gebruik van allerlei rituele handelingen en symbolen. Maar wat zijn rituelen eigenlijk? En waar dienen ze voor? Rituelen hebben we eigenlijk om twee dingen nodig. Enerzijds hebben we het nodig omdat we om moeten zien te gaan met het feit dat we sterfelijk zijn, dat we tijdelijk zijn, dat het leven niet doet wat we willen. Daar moeten we mee zien te dealen. Maar ook om het verschil aan te geven tussen twee soorten tijd. Aan de ene kant heb je de tijd van de chronos, dat is van onze horloges en van de kalender. En anderzijds heb je ook de kairos tijd, dat is de tijd van het hart, van je maag, van hoe je het ervaart. En het jaar moet natuurlijk ingedeeld worden. Wij leven niet van de ene maand naar de andere maand. We leven van het ene feest naar de andere feest. Van carnaval, gaan we naar Pasen, gaan we naar Pinksteren, gaan we naar Hemelvaart. Dat is een tijd die hier zit en die zit niet hier. En om dat jaar door te komen met elkaar hebben we die rituelen nodig. Maar wat zijn dat dan, precies rituelen? Ja. Rituelen zijn handelingen die we met elkaar uitvoeren. En heel belangrijk is, dat doe je niet in je eentje. Als je het in je eentje doet, dan is het een gewoonte. Dan ga je koffie zetten 's ochtends en een beschuitje smeren en dan je tanden poetsen. Dat zijn gewoontes, want die doe jij alleen. Maar rituelen zijn handelingen die we met z'n allen doen. Kaarsen aansteken, samen rond de tafel gaan zitten. Misschien wel naar de kerk of naar de moskee gaan. Dat zijn dingen die we met elkaar doen. Waarmee we een band maken met een grotere groep. Groter dan ik. En die groep kan heel groot zijn, die kan wereldwijd zijn. En die kan zelfs over de grenzen van de dood gaan. Kerst is een echte speciale tijd in het jaar en daar spelen rituelen ook een hele belangrijke rol, toch? Ja, en rituelen rond kerst zijn natuurlijk heel belangrijk. Je hebt de kerkelijke rituelen, hè, met de kerstnachtmis en met de kerststal, bijvoorbeeld hier in de Sint-Jan. Het vuur wat je dan aansteekt, de kaarsen die je aansteekt, dus de liederen die je zingt, de bekende kerstliederen die je dan zingt. Ook buiten de kerk hebben we heel veel, zeg maar, seculiere kerstrituelen gehad. En eigenlijk is kerstmis voor ons een familiefeest geworden. Kijk maar naar de films, de Hallmark films die je op televisie kan zien. We zien vooral ook in kerstreclames van de supermarkt een gezin over een familie, over een relatie. En die is beschadigd, dat is gebroken. Hè? We zijn gebroken in onze wereld, in onze relaties. En kerstfeest is dan het moment om allemaal weer om die tafel, om die kersttafel heen te gaan zitten. Om die gebrokenheid op te heffen, om conflicten te beslechten, om die banden weer met elkaar aan te gaan. En daar hebben we allemaal zo enorm behoefte aan. En dat doen we met kerstmis. Dit jaar wil ik een magische kerst voor iedereen, zei de kerstman. Dus lange tijd heeft de kerk een beetje de rituelen bepaald. Nu is dat heel anders. Toch blijven ook kerkelijke rituelen belangrijk. Hoe gaat dat nu samen? De kerkelijke rituelen en de kerkelijk feest van kerstmis was altijd, hè, God wordt geboren in Jezus van Nazareth, in dat kleine stalletje, dat kleine babytje met dat kribbetje. Het gaat over familie, gaat over een kleine groep van mensen die dicht bij elkaar zijn en van elkaar houden. En nu zie je dat seculier vertaald worden in het feest zoals we dat nu in onze maatschappij vieren, van familie, van gezin, dat gebroken relaties weer hersteld worden, dat ruzies bijgelegd worden, dat we overal kunnen zijn, maar het ene moment in het jaar dat we allemaal weer om die tafel kunnen zitten en één met elkaar kunnen zijn. Is er een verschil tussen die kerksymbolen en die meer wereldse symbolen? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Rituelen van de kerk, van de christelijke traditie, zijn natuurlijk heel sterk. Omdat ze, zeg maar even voor het gemak, 2000 jaar al functioneren. Dus die hebben hun waarde al bewezen. Die zitten in ons collectief geheugen, in ons collectief onderbewustzijn. En je ziet dat de nieuwe seculiere rituelen en symbolen die we met kerstmis gebruiken, eigenlijk een afgeleide zijn van die kerkelijke rituelen en symbolen. Bijvoorbeeld, dat kind in die kribbe wordt de familie die wij zo graag willen herstellen met kerstmis. Maar zijn ze daardoor minder krachtig of minder waardevol? Nee, rituelen zijn altijd krachtig en altijd zinvol. Vooral voor de mensen die ze doen. Dus op het moment dat er een groep mensen is die met elkaar zegt, we zijn hier bezig met iets wat groter dan wij, met iets wat de grens van leven en dood onderscheidt, ben je met een sterk ritueel bezig. En rituelen ontwikkelen zich altijd.